Hallo allemaal, goedemorgen en welkom terug. Het is donderdag 2 april 2020 en dit is dag 18 van de zombie apocalypse. Dag 18 in quarantaine en zelfisolatie. Dag 18 vanuit de bunker in Amsterdam leven met of leren omgaan met zombievirus. Hallo allemaal, mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan. Een echte fanboy van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Ik vind deze vind ik leuk. Hier zit ze in de gemeenteraad, in de Stopera. Met al die apen. En kijk hoe ze kijkt, zo van, what the fuck, ik snap er niks meer van. Wij ook niet, mevrouw de burgemeester. Dag 18 van de zombie apocalypse. Ja, u hoort het allemaal aan mijn stem. De trouwe kijkers en luisteraars van dit waanzinnig populaire YouTube-kanaal. Ik ben laaiend enthousiast, ik voel mij fantastisch goed. En daar is ook een reden voor, want dag 18 van de zombie apocalypse is tot nu toe de allerbeste dag ooit. Ik vind dit ook een leuke foto trouwens. Dit zijn de voorleesdagen. Dit was januari. Moet je kijken. Met heel ouderwets allemaal. En in zwart-wit met die rare klok, dinges, weegschaal, weet ik veel daar. Het ziet eruit als iets uit de jaren 50. Dit was ergens januari 2020. Oh, where have those days gone? Dag 18, mevrouw de burgemeester. Is een absoluut fantastische dag. Burgemeester Halsema en ik, wij zijn ongeveer dezelfde leeftijd. Ik snap er niks meer van. Ik begrijp er niks meer van. Wij ook niet. Wij ook niet. Het is een zootje. Burgemeester Halsema heeft twee kinderen. Twee kinderen van een jaar of 16 zijn die volgens mij. En ik vraag me af of die ook thuis zitten. De scholen zijn dicht. Dus het lijkt me van wel. Maar ja, kinderen van ouders met een vitaal beroep, die moeten weer wel naar school. Dat zou lullig zijn. Dat je bent het kind van de burgemeester, moet jij wel naar school, terwijl al je vrienden en vriendinnen lekker thuis zitten. Dat is vreselijk. Maar goed, in de afgelopen 18 dagen zijn mijn dochter en ik. Wij hebben een dochter, we hebben er eentje. Eén zo'n tiener, ongeveer 15. En de afgelopen 18 dagen zijn wij natuurlijk vreselijk aan het samenwerken geweest. Het is een unieke situatie voor ons beiden. En ik moet zeggen, wij zijn een wel geoliede machine geworden, mevrouw de burgemeester. Je hebt nog nooit zoiets gezien. Ik neem er even een slokje Suderans bij. Het is nu 9 uur 's morgens. Op donderdag 2 april 2020. En alles is gedaan. Wat? Alles is gedaan. Vloeren gedwaald. Iedereen is gedoucht, gegroomd en aangekleed. De was draait. Die hoeft alleen nog in de droger. De boodschappen zijn gedaan. De koelkast is schoongemaakt. De planken zijn schoongemaakt. Het beddengoed is helemaal opnieuw en anders ingedeeld. De administratie is gedaan. En het is fucking 9 uur 's morgens. Het is onvoorstelbaar. Wij zijn een. Het begint hier veel weg te hebben van een militaire academie. Ik vind het leuk om veel schoon te maken. Ik ben een beetje clean freak. Ik begrijp er niks meer van. Ik ook niet. Ik ook niet. Dit was gisteren. Het wordt weer alleen maar slecht nieuws. Hallo, 13.000 mensen nu positief getest. 1.000 nieuwe positieve testen erbij. 447 Nederlanders op weg naar ziekenhuizen of inmiddels al in ziekenhuizen. En helaas 134 Nederlanders overleden. En er zijn nu bijna 1200 mensen aan deze afschuwelijke ziekte overleden. In no time, echt in 2 weken tijd, iets meer. Het is afschuwelijk. Het is om helemaal depressief van te worden. En dat wordt erger, komt ie aan. We lopen even door het belangrijkste. Let u op, mevrouw de burgemeester. Komt ie aan. Dit is nu.nl. Nog jarenlang medicijntekorten. Oh, Jotem.
als gevolg van coronacrisis. En dat klopt ook een beetje. Als je je verveelt, ik weet niet of als u zich verveelt, u bent vast heel druk. Maar misschien als mensen thuis zitten, vervelend. Wat je moet proberen te doen is mondkapjes bestellen. Of rubber handschoentjes. Of desinfecterende handgel. Of probeer zo'n patiëntenuniform, zo'n patiëntenjurk die je krijgt in het ziekenhuis te bestellen. Probeer gewoon iets. Dat kun je echt helemaal vergeten. Dat kun je echt helemaal vergeten. Dus medicijn is hetzelfde mee. Want iedereen is een gekke broertje, overheden. Maar ook privépartijen zijn op grootschalige wijze medicijnen aan het hamsteren en aan het inkomen. Weet je, alle landen willen nu een soort strategische reserve van medicijnen hebben en van niemand meer afhankelijk zijn. Het is... Daarnaast komen onze medicijnen voornamelijk uit China en India. 80%. Dat lijkt me niet goed. Dat lijkt me niet goed, want iedereen haalt zijn medicijnen uit China en India. Dat is de hond. Dat is de hond. We hebben een hond, mevrouw de burgemeester. Het is wel lekker, dan kan je af en toe naar buiten met zo'n mondkapje op en rubber handschoentjes aan. En dat doen we alleen. We mogen technisch met z'n tweeën, want wij zijn een gezin. Maar dat doen we niet. Wij nemen het zekere voor het onzekere. Wij doen dat gewoon alleen. Wij zijn heel goed in die lockdown. Serieus, wij zijn er heel goed in geworden. We doen het nu 18 dagen. Deze dag, beste dag ever. Dus, jarenlang medicijntekort. En als dat hier... Ik vind het niet, het kan nog erger. Het coronavirus dreigt de bestrijding van de eikenprocessierups te belemmeren. Ja. De brancheorganisatie Vereniging van Hoveniers en Groenverzorgers en verschillende aannemers, die waarschuwen daarvoor in het NRC. Kijk, daar kan je op klikken, maar dat ga ik niet doen. Oh, ik deed per ongeluk wel. Ik heb er nu al spijt van. Want er is een dreigend tekort aan beschermende pakken. Dus de mensen die bespuiten dat gif. En als ze dat gif aan het spuiten zijn, dus spuiten dat gif om die rupsen te vermoorden. Chemical warfare. Tegen die rupsjes. Deze rupsjes. Die moeten allemaal hartstikke dood met gif. Maar ja, geen deze rupsjes. Maar daar hebben we geen beschermende kleding voor. Dus even op een rijtje. Medicijnen tekort. Jarenlang. Beschermende kleding tekort. Dat klopt. Ik heb geprobeerd zo'n patiëntenjurk te bestellen. Want ik ben bezig met een kunstproject. En daar heb ik een infuus voor nodig. Zo'n nep-infuus. En een patiëntenjurk. Ik ga het leuks doen met corona. Dat noem je corona humor. Dat is een dingetje geworden. Daar gaan we let u op. Daar gaan we het over hebben. Dus dit wordt erger. Komt ie aan. Dit is de Nederlandse Intensive Care Vereniging. Het is een beetje raar. Onze media is feitelijk grotendeels vanaf begin crisis. Dat is ergens 2 weken geleden donderdag. Nee, langer geleden. 3 weken geleden donderdag. Dan zegt onze minister-president, de scholen blijven open. Niks aan de hand, scholen blijven open. Vrijdag komt dan de helft van de kinderen niet op school opdagen. En dan krijgen we vrijdag en zaterdag vereniging van schoolleiders en vereniging van medisch specialisten die roepen, ik wil die scholen dicht. En vanaf dat moment is onze media eigenlijk aan het roepen, we doen het geweldig. We zijn er heel goed mee bezig. Het loopt allemaal fantastisch. En dat is... Weet je, en klappen in je handen voor politie. En klappen in je handen voor die meiden in de zorg. En klappen in je handen voor die juffen en meesters. En dankbaar zijn. En weet ik van wat allemaal. Maar in werkelijkheid is het eigenlijk een absoluut zootje. Weet je, we waren veel eerder in quarantaine moeten gaan. We waren veel eerder beschermende materialen moeten inkopen. We waren veel eerder onze intensive care capaciteit moeten uitbreiden. En dat hebben we niet gedaan. Daar zijn we echt pas mee begonnen. Ja, kort nadat Mark Rutte zei, hey, de scholen blijven open. Het ging niet zo goed. Maar goed, dit is de Nederlandse Vereniging van Intensive Care. Of de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Dit is opnieuw nieuw.nl. Dit is, ik denk dat dit mis dan. Dit is Diederik Gommers. Die ziet er niet vrolijk uit. Ga niet goed met Diederik. Met ons ook niet echt, Diederik. Het is een ramp. Kijk, in no time.
Het is echt alsof je in een soort moderne zombie-apocalypse. Je bent in een horrorfilm beland. Komt ie aan. De IC-zorg in Nederland loopt door de toename van het aantal coronapatiënten tegen de grens aan van wat betreft zorgapparatuur en de druk voor het zorgpersoneel. Sorry, mevrouw de burgemeester, die was ik vergeten. Dus medicijntekort, beschermende kledingtekort en dan beddentekort. We hebben wel een beschermende kleding voor personeeltekort, maar ook personeeltekort. Kijk, zie je, die mensen die staan onder vreselijke druk. We hebben ook meer mensen nodig op de intensive care. Maar dat kan niet, want we hebben niet genoeg bedden. Dat wordt prachtig. Als het aantal IC-opnames blijft stijgen, dan is er sprake van een crisissituatie. Dat zegt hij, Diederik Gommers. Dat is die meneer die zo... Gaat het, Diederik? Niet echt. Anyway. Dan is het als op een gegeven moment zijn de bedden op. En dan zegt Diederik, dan is er sprake van een crisissituatie. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Het staat er echt. Ik verzin dit niet. Dat weet hij gewoon niet. Daar is hij niet op voorbereid. Iemand moet hem vertellen. Dat zegt hij ook. Dat besluit is aan de minister. Iemand moet hem vertellen wat hij moet doen. Dus terwijl dit bezig is, en het is nu toch echt lekker gaande vanaf eind december 2019, terwijl dit allemaal gaande is, is hij, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, 3 maanden later zijn we nu, hij heeft geen idee hoe hij dat moet doen. Dat is prachtig. Dat, Diederik, dat boezemt een hoop vertrouwen in. Het is heel prettig als onze topbestuurders roepen, ik weet niet wat ik aan het doen ben en ik weet ook niet wat ik moet gaan doen. Dat is fantastisch. In de opschaalfase van dit moment zijn 2400 IC-bedden nodig. We kregen dinsdag tijdens de persconferentie te horen dat we om en nabij de 1900 bedden hebben. Die ook beschikbaar zijn, zegt Gommers. Dus we hebben niet alleen die bedden nodig, maar die bedden, daar moet ook allemaal apparatuur aan. En ergens in een ziekenhuis moeten ze staan, niet naast de snelweg op een parkeerplek of zo. Daar horen ze niet. Thanks, Diederik, we begrijpen het. Hij schat dat er daarvan 1900 IC-bedden nodig zijn voor coronapatiënten en 500 voor overige IC-patiënten. Dat is poeh. Dat is heel heftig, want we hebben op dit moment al 1100 coronapatiënten op de IC. Daar komen we zo op. Je levert intensive care zorg buiten de intensive care. Je beademt patiënten op operatiekamers, op uitslaapkamers, op gewone kamers die je inricht als intensive care. Het is poepoe. Het is niet leuk. Nou, dan die arme mensen die daar werken. Dat betekent ook meer druk op het zorgpersoneel. Je vraagt aan je IC-personeel om op te rekken. Dat betekent voor een IC-verpleegkundige die gewend is om voor maximaal 2 patiënten te zorgen, nu om voor 3 en misschien wel 4 patiënten te zorgen. Dat geeft echt spanning. Het heet niet intensive care voor niets. Dus dat woordje intensive, mevrouw de burgemeester, dat betekent dat ook letterlijk. Intensive care. Gommers krijgt berichten. Het wordt alleen maar beter. Dat IC-verzorgers de druk en stress voelen dat zij niet meer in controle zijn. Dat klopt op zich wel. We zijn een beetje afhankelijk geworden van de verspreiding van het virus. Dan kun je essentiële fouten maken waardoor patiënten komen te overlijden. In die fase zitten we nu. Geen wonder dat Diederik er zo chagrijnig uitziet. Ik word helemaal depressief, word ik ervan. Fucking hell, wat zijn we? Zo'n derde wereldland. Maar er zijn ook positieve dingen te melden. Namelijk, Shenzhen is de eerste stad waar het verboden wordt om honden en katten op te eten. Nou, er is iets bereikt. Ik vind ook dat je geen honden en katten moet eten. Vervelend is alleen dat het coronavirus niet van een hond of een kat komt. Dat coronavirus dat komt waarschijnlijk van een vleermuis. Dus als je nog steeds vleermuis mag eten, dan schiet dit niet op. Het wordt erg. De HEMA. Wat de HEMA? Ja, de HEMA gaat failliet. Misschien niet, maar... Ze moeten winkels gaan sluiten misschien. Of wat ze voorlopig gaan doen.
is geen huur betalen. Of minder huur betalen. De HEMA, het is een Nederlands instituut bijna. De HEMA trekt het niet meer. Hier zie je dus hoe zwak die economie eigenlijk is. Hoe broos die is, weet je wel. Als er 2 weken lang minder mensen in je winkels komen, omdat niemand naar de HEMA wil, echt niet. Daar is het gewoon berendruk. Daar kun je helemaal geen 1,5 meter afstand houden. En je kan het fucking online bestellen. Dus waarom zou je dat doen? Dan stort de hele boel in. 9000 medewerkers. Och, 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 och. En de HEMA was al niet echt lekker aan het draaien. Het is afschuwelijk. Het is afschuwelijk. Dit wordt erger. 9000 medewerkers onderhouden. Kabang. Dit is afschuwelijk. Aanvragen voor de bijstand verdrievoudigd. We krijgen huilende mensen aan de lijn. Ja, ik begrijp dat maar al te goed. Als jij een ZZP'er bent en jij huurt een van de kantoortje in wat jouw sociale lasten en landbelasting betaalt, of jij bent een ZZP'er, et cetera, wat je feitelijk krijgt is bijstand. Je gaat niet naar het UWV, want je bent een zelfstandige. Nou begrijp ik dat een aantal ZZP'ers bovenop bijstand misschien ook nog een andere regeling krijgen via het UWV. Maar dan zul je pas bijstand krijgen nadat je UWV geld op is. Zo werkt het een beetje met bijstand. Je mag niet meer dan x aan spaargeld hebben, anders krijg je geen bijstand. En 3 keer zoveel. Kijk, als jij in de sociale huur zit, dan kun je nu meteen contact opnemen met de Belastingdienst en roepen help. Help, ik heb toeslagen nodig. Maar als jij in de vrije sector zit, dan kun je dat helemaal vergeten. Dan krijg jij geen toeslagen. Dus als jij gaat van veel inkomen als ZZP'er naar bijstand, dan is het dakloos. Dan kan je de huur niet meer betalen. Als je in een koophuis zit, lijkt het me helemaal eng. Want die bank, ja, die pakt je huis op een gegeven moment. Dit is echt wauw. Maar ja, en het begint hier en moet je naar kijken. Het is om te huilen. Arme, arme, arme mensen. Ik vind het zo zielig voor ze. Ach, ach, ach. Dit wordt nog erger. De knelpunten van de IC. Geen enkel zorgsysteem kan dit aan. En kijken. Okay. Het piept en het kraakt, zegt minister Hugo de Jonge over de gezondheidszorg. Maar wat is het breekpunt? Ja, daar maak ik me ook zorgen om. Dit is het parool. Dit is Job van Kempen. Hoeveel rek zit er in die capaciteit? Nou ja, hier staan de getallen in. We hadden er 1150. We zouden per begin april gaan opschalen naar 1600. Dat zijn er 1900 geworden. Hoe ik het begreep uit de persconferentie. Dus dat is super. Dat is fantastisch. En we gaan nu in de richting 2024. Dat gaan we de aankomende weken doen. Of ze gaan dat de aankomende weken doen. Maar wat nou als we er meer nodig hebben dan 2400? Dus wat als dit getal vreselijk gaat stijgen? En op zich zou dat goed moeten kunnen, want we gaan heel veel meer testen. We kregen dinsdag te horen dat we nu 17.000 tests per dag gaan doen. Hoe meer je test, groter net. Vang je meer vis. Hoe meer je test, gaat dit getal omhoog. Als dit getal omhoog gaat, gaat dat getal ook automatisch omhoog. En dan? Help! Ik wil niet meer. Fouten maken, dat zijn de knelpunten. En medicatie is aan het slinken. Dat hadden we hier. Nog jaren medicijntekort. Nou, je hebt nu al een medicijntekort. Want iedereen en zijn gekke broertje is overal, waar hij ook maar kan, een medicijn aan het bestellen. Onvoorstelbaar. Vooruit, dus de mensen die op de IC belanden, die mensen die worden in slaap gebracht, en die krijgen dan beademing. De behandeling is zo heftig. Dat kun je niet doen terwijl je bij bewustzijn bent. Dan word je gillend gek. Dus die mensen die krijgen narcosemiddelen, spierverslappers en pijnstillers. En daar hebben we 2 weken voorraad. Het is om te huilen. De hele wereld is op zoek naar dezelfde medicatie.
Door de druk op de prijzen zijn we afhankelijk geworden. En dan gaan we hoor. Dit geldt voor medicatie, grondstoffen, maar ook voor mondkapjes, spatbrillen, schorten en handschoenen. Er is wereldwijde schaarste. In Spanje zijn ze het zelf aan het maken. Het is onvoorstelbaar. Het is onvoorstelbaar. En doordat mensen dus geen beschermende dingen hebben, net als in Italië en China, overleden in Spanje artsen en verpleegkundigen. Dus die mensen die... Het is onvoorstelbaar. Je bent gezonde mensen bij zieke mensen in de buurt aan het brengen. En hopen dat ze niet ziek worden. Het is echt belachelijk is dit. Die trouwens burgemeester die geprivatiseerde zorg is. Ja, maar top. Ik vind het een leuk idee dat ik meer dan 100 euro per maand hiervoor aan het betalen ben. Daar ben ik heel blij mee. Serieus, het is hartstikke goed. Het is echt top geregeld. Er moet niet ooit een keer iets echt engs gebeuren, want het gaat meteen mis. Ja, en dan, hoe gaan we het ontlasten? En dan hebben we hier, kan het zorgsysteem deze pandemie aan? Die gaan we eerst doen. Ik weet het niet. Het staat er echt. Ik weet het niet. Dit is dezelfde als een gek die roept, oeps, sorry, ik weet het niet, ik kan het niet. Oh. Maar goed, lessen voor de toekomst. Dat zei Bill Gates ook. De volgende keer dat het gebeurt, zijn we er heel erg klaar voor. Maar ja, dan zijn er wel een hele hoop mensen onnodig dood en doodziek geworden. En de hele economie ligt op zijn reet, jarenlang. Dan, ook de zorgeconoom, Wim Groot. Weet niet of het systeem het houdt. Hij weet het ook niet. God, alle Jezus. Bovendien vraagt hij zich af hoe effectief deze enorme ingreep is, want de reguliere patiëntenzorg ligt stil. Dat zorgt op den duur ook voor slachtoffers. Right? Mensen die gewoon andere behandelingen nodig hadden, die krijgen ze niet. En de economische, maatschappelijke en sociale schade is enorm. Voor de vergoeding van een geneesmiddel hanteert de overheid de grens dat een gewonnen levensjaar 80.000 euro mag kosten. Daar gaan we nu dik overheen. Oh, ons leven is 80.000 euro waard. Dat vind ik wel netjes van de overheid. Dat is meer dan ik heb. Ja, dankjewel. Ik vind mijn leven meer waard. Maar ik ben natuurlijk een beetje... Ik run een heel populair, razend populair YouTube kanaal. Ik ben een YouTube celebrity. Ik ben een YouTuber. Dat is een beetje arrogant mens. En dan bang. De huidige stand van zaken. 1191 mensen op de intensive care. En de verwachtingen zijn dat worden de 1900. Oh. Maar goed, er staat hier 40 meer dan dinsdag, maar minder dan verwacht. En kijk, dat is het landelijke coördinatiecentrum patiëntenspreiding, LCPS. Ik wist niet eens dat dat bestond. Ik wist ook niet dat er een vereniging van intensive care was. Hebben die ook nog iets te zeggen? En daar was het, hier. We gaan naar 1900 bedden, volgens mij zijn we er al. Dus dat is heel goed. Dat is een kritische grens. En dan zei Diederik Gommer, het RIVM, houdt er serieus rekening mee, 2500 bedden. Dus we moeten er nog 600 bij verzinnen. Bel het leger. Mevrouw Halsema, het leger heeft toch allemaal bedden? Maar ja, die bedden heb je niks aan zonder beademers. En die bedden en die beademers heb je niks aan zonder personeel. En je hebt een locatie nodig. Laten we alle sporthallen gaan inrichten als ziekenhuizen. Ach. Afschuwelijk. Iedere ochtend doe ik dit. Iedere ochtend bekijk ik de belangrijkste berichten van gisteren. En iedere ochtend word ik afschuwelijk depressief. Ik vind het echt afschuwelijk allemaal. En het is heel raar, mevrouw de burgemeester. Het is heel dubbel, want binnen bij ons in huis... Wij hebben geen vrienden of familie die ziek zijn. Onze koelkast, we hebben voldoende te eten. We kunnen de rekening betalen. En we hebben het eigenlijk heel erg naar ons zin. Hè? We maken het beste van een hele moeilijke situatie. Maar ja, het is eigenlijk ergens wel heel leuk om zoveel extra tijd, zoveel quality tijd door te brengen met je gezin, met je familie. Weet je? Normaal, iedereen is aan het rennen en aan het vliegen. Want nu heb je de hele dag tijd voor elkaar. En wat wij dus doen, is wij vliegen 's morgens vroeg ons bed uit. En dan rossen we door onze klusjes heen. Zodat we de hele dag samen leuke dingen kunnen doen. En dan proberen we dit de hele dag te negeren. En dan 's morgens werp ik een blik.
En dan word ik helemaal depressief. Wat doet u? Bent u thuis aan het werken? Doet u leuke dingen met uw kinderen? Zijn ze heel irritant? Mogen ze meer online hangen? Lieve mensen, laten we hopen dat het vandaag niet... Vandaag wordt het nog erger natuurlijk. Maar laten we hopen minder dan dit. Minder dan dit, minder dan dit en minder dan dit. Dus al deze getallen lager, daar gaan we voor. Dat is wat we willen. Alles lager dan dit. Lieve mensen, blijf gezond. Blijf binnen, hou afstand van elkaar. Wij blijven verslag doen vanuit de bunker. Tijdens de zombie-apocalypse. Vanuit onze bunker in Amsterdam. Op dit razend populaire YouTube-kanaal. Want ja, dit moet vastgelegd worden. Dit is uniek. Heel versterkt allemaal.